It's all I wanna do. Chesto en welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal Chesto. En vandaag hebben jullie een Call of Duty Black Ops 1 video. Want ik dacht, over 2 weken is Black Ops 3 uit. Ik denk, laten we even helemaal terug gaan naar het begin van Black Ops. En daarom zijn we ook op Call of Duty Black Ops 1. Dus, mocht je deze video vast leuk vinden, laat dan even je blauwe duimpje omhoog achter. Dat helpt natuurlijk enorm. We gaan een potje Team Damage spelen op de map Hanoi met de AK-74 of 47U. Even kijken. AK-47. Dus, mocht deze video nog weer leuk vinden, laat dan even je blauwe duimpje omhoog achter. Dat helpt natuurlijk enorm. Speel met de AK-47 met de Extended Max. En natuurlijk de Golden Camo erop. Dus, even kijken wat wij kunnen gaan doen, dit potje. En, ja, natuurlijk al een oude Call of Duty. Met misschien nog wat hackers erin, dus dat weten we niet. Ik zag daar wel iemand lopen al. Ja. Oh, net te laat gestunt. Ik had geen fair sense aan, dus ik heb hard in het pro. Maar, ja, ik denk laten we eens een keer helemaal terug gaan naar het begin van Black Ops. Hier is het allemaal mee begonnen, jongens. Hier is de hele Black Ops serie mee begonnen. Oeh, teammate, ik heb je net iets te laat gesaved, sorry man. Oh, in mijn rug. Wauw. Dat ik die niet had gezien op de UV. Waarschijnlijk had die Ghost aanstaan. Maar, ik ben sowieso niet al te goed in Black Ops 1. Dat, ik weet niet wat ik heb. Ik ben er gewoon niet goed mee. Ik kan er gewoon niet lekker in gaan. Gewoon omdat deze COD, als je gewend bent om Black Ops 2 te spelen, heeft deze COD echt vrijwel niks. Het heeft geen stok. Het heeft heel veel dingen niet gewoon. En heeft geen spas. En shit. En de head detection klopt natuurlijk niet in deze spel. Ja, heel veel klopt natuurlijk niet en ontbreekt hier nog aan. Omdat het gewoon een hele oude Call of Duty is. En, ja. Ik weet niet. Daarom ben ik ook niet echt geïnteresseerd om dit spel te spelen. Dat is een teammate achter me. Het irritantste vind ik ook nog gewoon dat je geen stok hebt. Want jullie weten, ik speel met elk wapen heb ik stok op. En als ik dan opeens geen stok kan gebruiken, ja, dat is best raar. Daarom wil ik ook altijd als liefst stok gelijk stuk onlok als je gaat door de Semtex. Ah nee man, hoe versta ik? Ik sta 3 om 4, ik sta niet positief. Dus ik wil wel even positief eindigen. Dat is mijn doel voor vanavond. Lacht hier één. Holy shit, wat een flikker jongen. Kut teammate. Nee, ik kan hem niet. Hem heb ik wel. En nu zijn we een care package. Beter krijgen ze daar geen dogs uit ofzo, anders zal het echt zwaar genaaid zijn. Oh, zit hij daar zo. Wow, wat een camper, gek. Holy shit. Wat een camper. Oké, gelukkig. Het is alleen maar counter spy plane. Het heeft hier ook geen UAV, maar gewoon een spy plane. Wat ik op zich wel een leuke naam vind voor een UAV. Een keer wat anders dan een UAV. Heet toch in elke Call of Duty UAV. Zit er daar ook in, 100%. Nee, niet dus. Niet campen. Oh ja, daarom haal ik deze Call of Duty ook trouwens, jongens. Je hebt in deze Colt heb je een perk. Die heet Commando. Waardoor je verder kan knijven. Dan word je echt gelanceerd als je een knijf dan hoor. Kijk, nu word je ook al gelanceerd, zoals je zag. Ik denk, laat even zien of ik ga knijven. Ik wou het eigenlijk laten zien, maar er stond gelijk iemand voor me. Je gaat echt gewoon 3 meter vooruit. Want in het echte leven natuurlijk niet kan. Dan moet je iemand gewoon bespringen. En hier teleport je gewoon gelijk helemaal weg. Oh, 2 man. En ik dacht dat ik die 1 al dood had. Maar de hitdetectie klopt niet. We staan 8-7. We staan positief. Maar niet heel erg. Dus als je deze video kijkt, jullie zijn niet gewend van me wat ik op Black Ops 2 allemaal vertoon. Dat ik dat hier gewoon niet op kan, omdat de Call of Duty zuigt. En ik gewoon even in moet komen. Dus eerst potje ook gelijk die ik speel. Oh, holy shit. Ik heb niet heel veel tijd. Oh my god. Holy shit, wat doe jij man mee? Ik wil gewoon dit potje winnen. Daar gaan we het op houden, oké?
Gaat potje winnen. Team, ik help je. In mijn rug. Ja, waar dan? Wat ben jij nou een camper, jongen? Je zit in bosjes. Ik dacht dat Call of Duty Ghost erg was. Maar dit is al ook erg, hoor. Hey. What the fuck? Ik snap überhaupt niet dat mensen dit nog spelen. Even serieus. What the fuck, hey? Hoe de fuck kan ik hier doodgaan? Jongen, hey. Kakspel. Ze hebben nog een Blackbird ook. Ga toch weg. En ze hebben een Blackbird. Gaat heen. Alsjeblieft, jongens. Als dit een negatieve gameplay wordt, dan ga ik echt me schamen, jongen. Ja, dag. Hij kill me in 3 kogels. Wat een faggot, jongen. Echt waar. Dit spel is echt naar de tyfus. Zo. Oh, en dan zit hij weer, hè. Kijk hoe weinig kogels hij nodig heeft. Hij killt fucking 3 kogels, killt hij me. Ga toch weg, man. Lekker teammate. Zo. Vraag me ook niet hoe dat een headshot was, want dat kan niet eens. Jij bent even geturnd. Jij zag ik even aankomen. Ah, oh, dan zitten ze daar zo. Holy shit. Dan hadden we even een paar lekkere kills, jongens. Hey. Concentreren. Team, ik heb je even gesaved, hé. In mijn andere rug. Teammate, save mij dan ook, jongen. En hij heeft een double kill. Let's go, teammate. Daar gaat het om. We gaan dit potje weer nog 1 kills, boys. Kom op. 1 kill, let's go. Oh, er zit 18 of 15 is ons eindscore. En holy shit, wat ga ik slecht op deze kot, zeg. Hey. Ik ben echt niet gewend om zo slecht te gaan op Call of Duty. Dus, mocht je wel genoten om deze video, laat even je blauwe duimpje omhoog achter natuurlijk. Over 2 weken ongeveer, iets minder 1,5 week nog, is Call of Duty Black Ops 3 uit. Dus, je kan er niet op te wachten. Dus jongens, bedankt voor het kijken in deze video. En hopelijk zie ik ook bij de video van morgen. Dus jongens, zo, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Later.